Hoi lieve allemaal, ik heb een cadeautje voor jullie. Ik heb een jaarreading 2023 voor jullie. En mensen hebben dat al kunnen kopen vanaf november als early bird. En dan zat er een kleurboek bij, een astrologieplaat. Die krijgen jullie niet, maar jullie krijgen wel een heel jaar met al jullie astrologische aspecten. Ik adviseer hem om voor je ascendant te kijken, of voor je maan, of voor je sterrenbeeld. Dus dan kijk je gewoon even bij de anderen. En er staat een linkje onder hoe je dat uit kan rekenen. Hoe leuk is dit? Ik hoop dat je er ontzettend van geniet. Nou, januari is al voorbij. Een stukje februari kun je nog kijken. En het hele jaar ook. Ik geef 14 februari, Valentijnsdag, en daarom wil ik jullie ook dit cadeau geven. Een hele mooie lezing Vrouw uit de War. In Battenverdorp, bij Airport Hotel De Herberg. Van 7 tot 9:30. En mensen krijgen dan mijn roman Vrouwen in de War er gratis bij. Als je nog wil komen, info@mabelvandendungen.nl. Er zijn nog 5 plekjes, dus het wordt heel mooi met een gitarist, met een goodiebag en een mooie lezing. Plus een roman van 285 pagina's waar ik de laatste 10 jaar aan heb gewerkt. Dus er zit weer heel veel liefde in. Geniet van je jaarreading. Laat me weten of het resoneert, of je het herkent, of je het kijkt voor je ascendant of je maan, je gevoel of gewoon je sterrenbeeld. Ik stuur je al mijn liefde. Hallo lieve Leo, welkom bij je reading voor 2023. Een groot stuk astrologie en intuïtieve legging met de kaarten. Ik begin meteen. Welk dier gaat jou in 2023 bijstaan, overal waar je doorheen gaat? Het wordt een ontzettend spannend. Veel veranderingen, grote transformatie, veel passie. Ik heb het natuurlijk allemaal al bekeken. Ik heb een mooie steen voor je uitgezocht, maar laat ik eerst met de dier beginnen. Kanarie, zing je eigen lied. 2 en 3 is 5 in de numerologie, dus het betekent vrijheid. Nou, en dat kan ik dus zien waar ik zo meteen op kom. Jij gaat heel veel andere mensen de weg wijzen, omdat je op een nieuwe, totale andere manier leiderschap op je neemt. En of je nou in de zorg werkt, of je CEO bent, of dat je een gezin aanstuurt, dat maakt niet uit. Maar omdat jij het gewoon anders ziet, ik heb mijn kolder aan, omdat jij het anders ziet, ga je het anders doen. En het bevrijdt niet alleen jou, maar ook heel veel andere mensen. Het is een andere manier van zijn en een andere manier van denken, een andere manier van liefhebben. Nou, mooi om mee te beginnen. De steen die ik voor je heb is de fluoriet. En de fluoriet beschermt je energetisch. Als mensen lelijke dingen over je zeggen of je lelijke dingen toewensen. Hij beschermt ook het hart. Je hebt hem in het paars en je hebt hem in de regenboog. Fluoriet. Ik zal hem even laten zien. Dit is de regenboog. Is het dan gemengd? Maar voor jou had ik echt de energetische bescherming leek me fantastisch mooi. Dit jaar in 2023. Omdat je ook in die schijnwerpers gaat staan. En omdat je jezelf ook. Ik heb mijn thee ergens laten staan. Oh, daar, die ga ik wel even pakken. Omdat je ook die leiderschaprol op je neemt. Dus dat kan soms ook afgunst oproepen. Even mijn kopje thee, jongen. Jongens, anders kan ik natuurlijk niet helemaal kletsen tegen jullie. Zo. Ik ben een uur bezig geweest met astrologie voor jullie uitzoeken. Je krijgt dat er ook bij. Deze prachtige, jullie krijgen het in kleur. Kan je uitprinten op de ijskast plakken. Je mag het filmpje downloaden, dus dat is van je. En dan kan je het allemaal nog eens nalezen. Wat in het begin van het jaar belangrijk is dat het allemaal wat langzamer begint, omdat
Mercury, de planeet van de communicatie, en Mars staan nog retrograde. En dat betekent dat je de dingen na kan lopen. Vanaf 12 januari gaat Mars direct in tweelingen in je 11e huis. En wat zegt dat nou? 11e huis is al je netwerken, alle mensen die je kent, alle sociale contacten, Facebook, Rotary, schaakclub, tarotklasjes, alles wat met andere mensen te maken heeft, is het 11e huis. Maar het zijn ook je dromen op lange termijn. Mars gaat daar direct op. Dat betekent, denk maar op je iPhone. Oké, hij is weer helemaal fully charged. Als je dat begin januari gaat doen, heeft niet zoveel zin, want het is eigenlijk je kruid verschieten. 18 januari gaat die Mercury direct in je 6e huis. En dat is je dagelijkse werk. Maar is ook je gezondheid, hoe je gaat met je gezondheid op en je dienstbaarheid naar andere mensen toe. En Steenbok is het ambitieuze, nou soms wel strenge, landlord, want dat is het huis. Hij is zeg maar jouw huisbaas in dat 6e huis. En de planeet van de communicatie komt daarbij. Je kan dus heel goed weer communiceren vanaf de 18e. En je weet precies wat je wilt en je weet precies hoe je het gaat uiten. Mooi! Iedereen gaat luisteren. Oké. Dan komt 8 maart Saturnus in Vissen. En zeg ik dat goed? Ja, die blijft daar ongeveer 3 jaar staan. En 8e huis is andermans geld. Is wat je in je keldertje nog op de bodem hebt liggen. Het zijn ook contacten. Mensen die heel erg powerful zijn. Maar Neptune staat daarbij in dat 8e huis. En die Saturnus is eigenlijk de strengste planeet van iedereen. En dan kan je zeggen, ja, maar Neptune is mijn dromen. En als er dan juist zo'n strenge tegenover staat, is het toch helemaal niet fijn. En zeker niet als het 3 jaar duurt. En ik zeg, juist halleluja, want met Saturnus erbij in dat 8e huis, dus andermans geld, hele sterke relaties opbouwen, sterke mensen die je tegenkomt. Je kan juist je dromen verwezenlijken, omdat als je alleen Neptune ergens hebt staan, dan kan je ook wel verzanden in dromen. En dat is niet echt Leo, maar Neptune is dat wel. Maar nu komt die strenge meester bij de dromert. Nou, en dan heb je concrete zaken. We gaan naar 23 maart komt Pluto in Waterman in je 7e huis. En het 7e huis zijn al je relaties. Relatie met je kind, relatie met je partner, relatie met je vriendinnen, relatie met jezelf, relatie met je lover, relatie met je man. Alle relaties die je kan verzinnen. En hij heeft iets van, ik dacht, 8 jaar in het 6e huis gestaan en nu gaat hij naar het 7e huis. Pluto in Waterman in het 7e huis. En dat betekent dus dat je, Pluto is een hele sterke transformator. Ik noem het de Wounded Healer. Andere mensen zeggen Chiron. Maar als je door de Pluto-transformatie en het kraken van Pluto heen bent, in dat 7e huis, kan het zomaar zijn dat je dus iemand tegenkomt waar je helemaal obsessief mee bent. Waar je helemaal vurig, je hebt nog nooit zoiets meegemaakt. Zo'n ontzettende vlam in de pan. En ik vind dit leuk, want mijn zoon is ascendant Leo. Dit kan voor je Leo zijn, je ascendant Leo, maar ook je mani Leo. Dus rond maart kan bij jullie heel erg de vlam in de pan slaan. Een grote liefde, een grote, heftige, passionele liefde. Maar het kan ook zijn dat iemand bij jullie, want je hebt dat 8e huis, hè, dat je tegen iemand aanloopt en dat iemand bij jullie helemaal ondersteboven is. Leuk, 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 leuk. Dus het wordt heel vurig, ondanks dat hij in Waterman staat. Dan zou je zeggen van, nee ja, maar Waterman koelt het vuur af. Maar de Waterman is een lucht. Teken. Dus dat is het denken. En wat gebeurt er als er
als er lucht bij vuur komt, bij passie komt, dat bedoel ik, dan wordt de vlam alleen maar groter. Ik zeg leuk. 20 april hebben we een nieuwe maan in het negende huis. Een negende huis is filosofie, religie, de goeroe, de oude wijze. Het zijn ook verre reizen. Maar Jupiter staat er, geluksplaneet en de planeet die alles groter maakt. Dus je hebt een nieuw begin 20 april met een verdubbelaar, de Jupiter erop. Dus dat is ontzettend leuk. En hier komt mijn opmaat zo van jij bent de wegwijzer in 2023. Ja, omdat je krijgt, ik loop op de zaak vooruit, je krijgt eerst 5 mei een volle maan in Schorpioen in het tweede huis. Dat is, tweede huis is je eigen geld, maar het zijn ook je talenten en het is ook je eigenwaarde en je zelfbeeld. Misschien moet er iets losgelaten worden, waardoor je nog meer gelooft in jezelf. Waardoor je misschien jezelf wel toestemming geeft om veel geld te verdienen of voorspoedig te zijn of een charity op te zetten. Iets met dat geld en eigenwaarde en je plek in de wereld opeisen is heel erg belangrijk. Want hij gaat hier... dit is de opmaat naar, goed zo, 17 mei. Dus dat is nog voordat het jaren op de helft is, krijg je Jupiter in stier tot mei 2024 in je tiende huis. Ja. En je Uranus staat daar ook. Wat zegt mij dat? Want hij stond in het negende huis. Heb je een nieuwe visie? In het tiende huis is het huis van je carrière. Uranus is de grote denker, is de grote plotselinge verandering. Het is alles wat met digital wereld te maken heeft. Het is met anders denken, out of the box, de doos van Pandora helemaal leeg schudden. Dat komt in je tiende huis met Jupiter. Oké, Uranus is dus al expansie, plus Jupiter op je werk. En dat bedoel ik. Je gaat jezelf... Een mega verandering toestaan op het gebied van werk. Dit vind ik echt heel erg leuk. Maar je neemt ook nog eens als de Pied Piper, als de rattenvanger van Hamelen, een hele groep met je mee. Jij wordt, ja, ik vind goeroe jammer, hè, want het is de lichtbrenger. Letterlijk betekent dat de lichtbrenger. Dus dat vind ik fantastisch. Je gaat letterlijk de lichtbrenger zijn. Op het gebied van werk voor heel veel andere mensen. Mooi, mooi. Dan krijgen we 12 juni, gaat Pluto weer terug vanuit het zevende huis naar het zesde huis. Kan je een beetje afkoelen. Kan je een beetje afkoelen. Maar Pluto in het zesde huis, ik ga hem krijgen aankomend jaar. Doet een hele diepe heling op je gezondheid, op je psychic abilities, op je day-to-day work, dat je veel serieuzer gaat worden, veel meer weer passie en verdieping komt erop bij jullie in dat zesde huis. Dus het wordt een vurig jaar, jongens. Ik vind het zo leuk. Pluto is eigenlijk de atoombom, maar dan positief bedoeld. Dus waar hij komt, boom. Voel je echt een mega verdieping. En of je dat nou wil of niet. Dus ik zeg, ga dan maar gewoon erin mee. Hang het op je ijskast. 14 oktober hebben we een nieuwe maan in weegschaal in je derde huis. En het derde huis is alles wat met communicatie te maken heeft. Studeren, leren, netwerken op kleine schaal. Elfde huis is grote schaal. Derde huis is dichter bij huis. Dus nieuwe zaken weer, nieuwe ideeën, nieuwe communicatie. En dan hebben we 28 oktober een volle maan in dat tiende huis. Dus dat tiende huis is echt heel druk. Dus het huis van de carrière, dat is eigenlijk de center bij jullie. Plus in maart dan die Pluto in dat zevende huis op relaties. Alle
Mercury retrograde periodes. In april is het in stier en augustus in maag en december in steenbok. Is een aardeteken. En het betekent voor jou dat je de dingen die je wil en verzint en ziet en bedenkt, concreet kan neerzetten. Ik zeg, halleluja, deze doe ik zo. Tarot of Mystical Moments. Ga ik de maand tot maand trekken. En als je dan zegt, oh, je geeft wel heel veel informatie en ik snap er niks van. Alles staat onder het filmpje. Je kan het filmpje downloaden. Je krijgt deze tekst ook erbij. Dus je kan het allemaal heel rustig naluisteren. Fluoriet, zing je eigen lied. Oké, daar gaan we. Januari. Februari. Maart. April. Mei. Juni. Niet omvallen, lieve uil. Januari, februari, maart, april, mei, juni. Juli. Augustus. September. Oktober. November. December. En als er iets niet duidelijk is, dan trek ik een clarifier met een mooi woord en in het Nederlands een extra kaart. Van de Message of Light heb ik voor mijn lieve leeuwen. Eerst even mooi schudden, wat een prachtige kaart was dat. Message of Light voor mijn lieve leeuwen voor 2023. Master of my life. Nou, dat ga je zeker worden. De poes komt binnen. I no longer leave my strength in the hands of my ego. I cease to feed my inferior nature, but make room for the divine presence in me. Thus I become the master of my life anew. I listen to my inner voice and act in accordance with my own truth. I live in abiding humility, grace and love for the glory of God. Jij gaat jezelf helemaal opnieuw uitvinden op een manier die je jezelf niet voor mogelijk had gehouden. Jupiter met Uranus in dat tiende huis. En mijn gevoel zegt dat je dat ook nog eens doet, egoloos. Dat is niet heel erg wat je snel bij een leeuw zou denken. Maar je gaat de hele gemeenschap vanuit liefde en licht en visie begeleiden. Dus het is niet ikke en de rest kan stikken. Nee, het is een hele grote groei. Vind ik erg mooi. Ben ik heel blij mee. En waarom? Ja, geen idee. Ik ben er gewoon blij mee. Dat je het grotere plaatje gaat zien. Nou, wat zeggen de kaarten? Januari. King of Wands. Nou, dit is echt wel een stierkaart. Of een leeuwkaart. Vuur. Stier is aarde. Klets niet uit je nek. Van den dingen. King of Wands. Zing je eigen lied. En ondanks dat ik zeg, oké, vanaf 12 en 18 januari gaat het pas echt van start. Je kan het pas in je eentje oefenen, toch? Je kan je speech alvast opnemen. Dat je het nog niet in de buitenwereld neer kan zetten, wil niet zeggen dat de vlammen al letterlijk uitslaan bij je. Mooi! Februari. Seven of Swords. Je moet oppassen dat bepaalde mensen om je heen niet zijn wat ze zijn. Ik ga heel even naar je astrologie kijken. Februari. Nee, ik zie hier geen. Nee, ik zie hier geen moeilijke dingen in februari astrologisch. Iemand biedt je iets aan, maar kijk, ze bedekt haar slangenlichaam met hele mooie praatjes en hele mooie bloemen. En mij zegt het ook dat ze eieren steelt, misschien wel uit jouw nest. En ik zeg once, maar er staat swords. Seven of swords. Het is een deceptie. Dus het is belangrijk dat je in februari oplet. Ik ga hier een clarifier op trekken. Waar moeten mijn lieve leeuwtjes dan op letten? Niet dat je
paranoia naar iedereen gaat kijken. Stel je mijn eieren, stel je mijn eieren. Two of Swords, grappig. Als je twijfelt aan jezelf, en wel mooi hè, dat het Seven of Swords en Two of Swords is. Als je twijfelt aan jezelf, dus als je in je hoofd gaat zitten, kunnen andere mensen je dingen influisteren die niet waar zijn. Zo voelt het voor mij. Dus het is terug naar de emotie. Two of Swords is een dilemma. En ik zeg, een dilemma is nooit een keuze. Er moet altijd een derde mogelijkheid bij komen. En ik zeg, oké, innerlijke rust. Dus als jij niet helder bent wat je zelf wil, gaan andere mensen jou praatjes influisteren. Maart. Kijk, hier ben je helemaal in je power. De Emperor is eigenlijk de ramkaart. Maar je hebt ram, leeuw, boogschutter. Dat zijn alle decanen van vuur. En dit is zeg maar het eerste decaan van vuur. Jij bepaalt in het netwerk hoe de hazen lopen. Echt weer in je power. Dus de twijfel die je had zeg maar in februari is hier helemaal verdwenen. Ik zeg goed zo. April, Knight of Swords. Yes hoor. Je hebt de visie al te pakken. En je houdt het licht. En je schrijft het gewoon. Ze schrijft het op je jurk. Ze schrijft het in de hemel. Je gaat de visie al helemaal zien. Mei. Kijk. Mooi hè? En het wordt je dus ook gegeven. Het is de afronding ook van een fase. Het kan zijn dat je oude dingen achter gaat laten en dat je opnieuw gaat beginnen. Het is ook de wenskaart, dus zeg maar tegen de wereld wat je wil en je krijgt het. En mij zegt dat dus, dat je dat in april van binnen bedenkt. En in mei weet je het al heel erg, ja, het is al compleet. Het beeld wat ik krijg, en dat moet je als metafoor zien hè. Alsof er een compleet kind uit je vloept. Dus je hebt het al in jezelf gebaard. Grappig, hè? Ik voel het ook gewoon. Ploep. Zo van dat laatste stukje. Als het kind in die... Is het een, ik noem het een baarmoederzak. Maar niet lachen, hè? Maar met water en zo'n zak en al. Ploep. Zo'n heel volledig kindje komt eruit. A wish granted. Juni. De moon. Mooi. Even kijken naar je astrologie. We hebben hier Pluto in steen ook in dat zesde huis. Ja, alles wat verborgen is. Ik zeg, je wordt zo psychic als de pest. Je gaat zoveel dingen aanvoelen. En ik vind je heel erg met je voeten op de grond. Maar je gaat het gewoon voelen. Leuk hè? Ja, ik vind het zo leuk. Dat je het gewoon weet. Nou, jij vindt dat gewoon heel logisch allemaal. Heel logisch. De eerste helft van het jaar, het enige waar je op moet passen als je twijfelt aan jezelf, gaan mensen je influisteren en bij twijfel, als je mentaal aan het twijfelen bent of aan jezelf aan het twijfelen bent in februari, ga mediteren, ga wandelen, ga zwemmen, ga koud douchen. Doe iets positiefs, dat je weer in je gevoel terugkomt. Dus de eerste half. Oké. Juli. Kijk eens, ze is goed hoor. Ja, ik ben alleen het zendertje. Ace of Pentacles. Dus het kind wat je eruit gepoept hebt, gaat zijn geld opleveren. Het is de hoogste financiële kaart. En het is een nieuwe enterprise. Hoe mooi, lieve schatjes. En hoe meer jij je eigen kleur bekent, hoe meer het je gaat opleveren. Blij voor jullie. Augustus. Eight of Swords. Ga je weer in je hoofd zitten. Je gaat hier in je hoofd zitten en je denkt... dat je ergens mentaal ingevangen zit. Swords is weer het denken.
Dat je een bepaalde communicatie nog niet hebt ontvangen. En het grappige is zo van, ze zit helemaal niet vast. Oké, is wel even vervelend om die vleugels los te krijgen. Ja, dat snap ik wel. Maar het is gewoon open. Je kunt hier gewoon uit. En ik vind het wel bijzonder dat het ook weer onder februari ligt. En hetzelfde dilemma. Je hebt twee keer een beetje hetzelfde dilemma. Ik ga even een clarifier optrekken. Waar zitten mijn lieve leeuwtjes in vast? Is het mijn gevoel? Kijk, je krijgt zoveel voorspoed. Oh, mag ik dat allemaal wel ontvangen? Is dat wel goed? Ja. Dit is de zegenkaart. De Six of Wands. Dit is ook dat het in Venus staat. Nou, dat zie je ook wel. Dit is geholpen door de divine. Dit is voorbestemd wat jij aan het doen bent en wat jij krijgt. En andere mensen om je heen zien dit. Je wordt gewaardeerd voor wie je bent en wat je kunt. Ja, en dat is dus ontvangen. De twijfel zit hem in je eigenwaarde. Het zit hem niet in je kunnen. September. Kijk eens. Jullie zijn psychic, de High Priestess. Ze weet het. Ze voelt het. En wat ik wel grappig vind, omdat ik zei van jullie gaan echt in het licht staan en op de voorgrond. Maar het is ook heel erg in dienst voor de ander. Ik vind dat wel heel erg mooi hoor. En dat dat ook nog aardse voorspoed oplevert. Ze komt achter het gordijn vandaan en normaal gesproken is de High Priestess een beetje in de schaduw. Ze hoeft niet op de voorgrond. Maar ze doet het nu wel. Mooi hè? Ik vind het echt mooi hoor. Oktober. De Temperance. Er is heel veel heling. 14 oktober heb je een nieuwe maan. En 28 oktober heb je een volle maan. En normaal gesproken zou ik zeggen heling en rust ook voor jezelf. Maar ik denk dat jij dit de groep gaat brengen. Als weer in de spotlight staan en dit is wat je te geven hebt. En misschien kan je het nu nog niet plaatsen, hè? Maar dat is zo mooi van deze reading. Dat je hem gewoon aan het eind van 2023 terug kan kijken. Nou, je kan hem eigenlijk al op de helft terugkijken. En dat je kan zien, hey, we gaan helemaal de goede kant op. Prachtige, prachtige, prachtige kaart. November. Two of Pentacles. Het is de bedoeling dat je de balans bewaakt. En dat doet ze heel goed met het infinity teken, hoog op de toren. Maar kijk eens wat een meesterschap hierin zit. Het is niet iemand die twijfelt aan zichzelf en op de kont gaat zitten omdat ze bang is. Want ze houdt het ook nog, zie ik dat goed? Op de vingers, ze houdt het niet eens zo vast, ze houdt het gewoon op de vingers vast. De balans bewaken. En het is een pentacle, dus het is aards en het is zakelijk. Maar voor mij voelt dit echt, en hij ligt hier ook onder. Je hebt best wel een heel groot geschenk gekregen dit jaar. Wat anderen verlicht, wat waarmee je geld gaat verdienen, wat karmisch zo bedoeld is en wat echt de bedoeling is in jouw leven. De balans bewaken ook voor jezelf. Dus ook durven zeggen, oh, het is nu even genoeg. Het hoeft niet meer. Sorry, wel even stichtelijk woord. December. Five of Cups. Five of Cups is eigenlijk treuren over iets wat je los moet laten. Misschien een vriendschap die niet is wat die lijkt. Alleen wat je vergeet te doen, is te kijken naar wat er is. Je vergeet eigenlijk door, omdat je zo in je gevoel zit, je vergeet wat er is qua voorspoed. En je kijkt naar iets wat je los moet laten. En dit is op emotioneel vlak, hè? Dus dit gaat niet over materie, maar dit gaat op emotioneel vlak. Oh, misschien moet je iets loslaten, misschien moet je iemand loslaten. Misschien kan je niet overal aan voldoen.
om de balans te houden. Ik ga, dat heb bij de anderen niet gedaan, maar dat doe ik bij de leeuwen wel. Ik ga hier een orakelkaart optrekken. Wat is het advies voor mijn lieve leeuwen in december? Wat ze mogen loslaten. Want het is iets loslaten, iets ouds loslaten. Wat je misschien in februari al kwijt bent geraakt, maar misschien nog niet beseft. Even horen wat zeggen de kaarten. De observer, ja. Voor mij linkt dit. Kijk, en ze kijkt ook naar de toekomst. Ik ga hem voorlezen gewoon. Wat zegt deze kaart? Wat zegt deze kaart? Patience, awareness and focus. A woman is looking through an old-fashioned camera, ready to take a photograph. She observes the landscape before her. All is quiet, all is peaceful. We don't know how long this woman has been waiting for the perfect shot. She has the patience to remain focused until the decisive moment presents itself. Strength lies in her calmness. She lives in the present and does not easily get distracted. Okay. Resumé. Je niet laten afleiden door je emotie. En misschien is het nostalgie met de feestdagen, dat je ergens naar terug verlangt, wat het niet is wat het was. En de kaart zegt, oké, blijf naar de toekomst kijken, de maan erbij, naar je gevoel. De paardenbloemzaadjes komen letterlijk uit haar hoofd. Oké, ik moet aan mijn visie vasthouden en ik moet kalm zijn en ik moet blijven observeren, een mentale kaart. En ik moet uit mijn emotie. En dan krijg je hetzelfde advies als in februari. Bewegen. Mediteren, ademen, douchen, zwemmen, sporten, liefhebben, schilderen, koken. Alles om je terug te krijgen vanuit deze overdramatische ervaring. En je mag wel even dramatisch doen voor mij hoor. Maar daarna weer de focus. Nou lieve schatten, alles staat onder de kaarten wat je nodig hebt. Ik hoop dat ik hier een hele mooie reading, dat je zegt van ja, ik begrijp wat je zegt of ik kijk aan het eind van het jaar terug. Ik hoop dat je abonnee bent van mijn channel en dat we elkaar in de toekomst veel zien. En ik ben nu al trots op je voor 2023 en ik stuur je al mijn liefde.